Breugel is begraven hier vlakbij in de Kapellenkerk in 1569. En eigenlijk is Breugel naar Brussel moeten komen wegens een vrouw. Want hij is verloofd in Antwerpen en is gehuwd in Brussel. Dat is helemaal niet normaal. Men vraagt bij de verloving aan de parochianen, hebt u bezwaar? En Breugel had een maîtresse. Dus zijn schoonmoeder heeft hem verplicht om naar Brussel te komen... Dat betekent dat hij dus niet alleen een grote beroemde schilder is, maar ook toch eigenlijk een mens.